We worden al enige tijd gevolgd door de politieauto. Dus we zullen zo wel aan de kant moeten, toch? Maar de politie Amsterdam rijdt ook gewoon in dieselbusjes. Dus ik denk dat we hoger scoren hebben als zij voor ons gaan rijden. Dat is wel een mooi verhaal. Als ik een keer te hard rijd met een elektrische auto, dan zeg ik dat is levensgevaarlijk. Zeg maar, uw auto is gevaarlijker. Ja. De uitstoot van een auto is direct, heeft direct invloed op leven en dood eigenlijk. Hè? Ja. Nou, we gaan een stukje rijden in de mooie elektrische flitsauto van Ruud Kornstra. Gaan we eens even kijken wat de uitstoot is van het andere verkeer. Want dit is nou juist een auto met geen uitstoot. Wat we aan het doen zijn is ultrafijnstofnometen. Dat is het allerfijnste deel van de fijnstofcocktail. En dat zijn eigenlijk allemaal roet- en uitlaatgasdeeltjes. Maak je wel eens zorgen over de luchtvervuiling? Kijk, iedereen heeft in dat soort dingen altijd recht op zijn eigen opinie, maar niet op zijn eigen feiten. En dat is ook zo mooi van dit apparaat. Als je meet, dan zie je gewoon hoe het in Nederland, in heel Nederland gesteld is met de luchtkwaliteit en vooral fijnstof en ultrafijnstof. Ja. Dat is extreem. En als je hier dan zo rijdt, heb je dat helemaal niet door. Maar als je het eenmaal weet, moet je je wel zorgen maken. Of je bent een dombo. Je kinderen fietsen hier. Hè? Kijk, we rijden nu de eitunnel in en dan zie je gelijk de concentratie oplopen naar 50.000 deeltjes. Ja, vertienvoudigd in één keer in de tunnel. Ja, en hier zitten gewoon de uitlaatgassen van het verkeer voor ons allemaal bij elkaar. Maar je meet het nu in de auto. Je zou zeggen, ik zit veilig in een auto. Ja. Maar het is in de auto dus net zo vies. Ja, klopt. Er is wel van alles te doen aan luchtvervuiling. Waar zou jij beginnen? Ik denk een punt in de verte zetten. Ja. En paal en perk stellen. En mensen uitleggen waarom. En er is een alternatief. Namelijk zorgen dat die stad fossiele brandstof luw wordt. En dat kan heel eenvoudig. En die groei zie je wel. Ik ben 4,5 jaar geleden was ik een van de eerste in Nederland die in een elektrische auto ging rijden. En ben uitgelachen. Ja. Het is vandaag een industrie. En over nog niet zo lange tijd zal het een standaard worden. Wij hebben onze welvaart van vandaag te danken aan die petrochemie en aan die oude industrie. Zoals we vroeger ook onze welvaart te danken hadden aan piraterij en slavenhandel. Maar op dat moment, als je doorhebt dat het niet kan, moet je ermee stoppen. En dan moet je de volgende stap zetten. En ons huidige beleid is bang voor implementatie. Terwijl we als land, het woord maar even te gebruiken, rete goed zijn in de innovatie. Alleen, we zetten hem niet door nu, wat we vroeger wel deden. Nou, we zitten achter een dieselvrachtwagen. Nou heeft Amsterdam een milieuzone, dus de allersmerigste vrachtwagens die mogen hier helemaal niet meer komen. Dus deze zou een roetfilter moeten hebben. En toch zie je dat de concentratie gelijk oploopt naar 230 en nu 144.000. En nu waait het hier nog heel erg. Je zou zeggen frisse wind. Ja. We hebben net storm achter de rug. Ja. Maar toch nog zulke hoge concentratie. Maar hoe fijner de deeltjes, hoe dieper ze in je longen terechtkomen. Die gaan dan gelijk over in je bloed. En zorgen daar dus in al je organen uiteindelijk voor schade. En niet alleen in je longen. Ja, klopt. Je kunt er hart- en vaatziektes van krijgen. Allerlei soorten kanker. Het wordt in verband gebracht met Parkinson. Maar ook bijvoorbeeld met laag geboortegewicht van baby's. Terwijl zo'n ongeboren baby nog nooit heeft geademd, heeft hij al last van de luchtvervuiling. Ja. De urgentie lijkt ook nog niet door te dringen. En daarom is meten, dat zal de komende jaren duidelijk worden, en het analyseren en de roggelroutes die jullie hebben, als je dat realiseert, ja, dan komt het opeens heel dichtbij. Een beetje goed is niet goed genoeg nu. Ja. We moeten radicale veranderingen doorvoeren. En niets is meer vanzelfsprekend daarin. Dus eigenlijk zouden we gewoon heel snel moeten naar een verbod op verbrandingsmotoren. Overgaan op elektrische mobiliteit. Meer fietsen. Ja, hoewel ik altijd van verleiden ben en niet van verbieden, denk ik dat het soms wel even helpt als we zo'n shockje geven van een verbod. Maar het verbod geeft hierbij aan dat het leven leuker wordt en niet minder. En met die verduurzaming wordt altijd nog steeds vanuit onze huidige overheid gesuggereerd dat het duurder wordt en minder prettig. Maar het wordt voordeliger en veel leuker.